Fucking motor. Bind of zoiets. What the fuck? Dat maakt fucking hard lawaai. Ach ja, ik ben terug thuis. Ik heb even een t-shirt uitgedaan. Ja. En een korte broek aangedaan, want het is wel warm in een lange broek. Mijn raam staat open. Het is ondertussen al avond, dus ik heb namiddags niet veel niet meer gedaan. Dus ja, ik heb zelfs mijn elektriek nog niet opgezet. Morgen terug school, joepie. Dus het zal weer korte vlogs worden. Maar maakt niet uit. Ik ben nu nog even bezig met een paar vlogs. Dat ik het al had opgeloot. Maar ja, het programma sloeg toe. Ik heb mijn nieuw programma ingezet. En die zegt blijkbaar niet als mijn gsm vol staat. Dus ik moet het zelf merken, want anders heb ik een probleem. Maar ik ga verder editen. Want dan zie ik je biedt terug. Tot zelfs. Oh, ik ben terug. Ik gebruik deze app om mijn camerabeelden van de kleine camera, vlogcamera, over te zetten. Want dat gaat zomaar niet. Met mijn grote camera, ik weet niet waar dat hem is, kan ik mijn beelden gewoon, kan ik die insteken, kan ik die chip erin steken en direct beginnen editen met mijn beelden. Maar met die kleine camera moet ik eerst mijn beelden eigenlijk in een programma zetten en dan nog eens ja, renderen, waardoor dat apart erin staat. En dat is zo irritant, want die app dat ik hier gebruik, dat is de enige die dat aanpakt, maar die app is ja, niks van ja, verbruik. Maar letterlijk te stak, ik heb er nu geen foto van getrokken, was die app 5 gigabyte. Die app was in 5 gigabyte. Oké, dat valt nog mee, maar deze app is ook niet een van de hoogste kwaliteit, allee, hoogste dingen. Dus ja, die staat altijd vol met die app. Om de zoveel tijd moet ik die appjes verwijderen en dan zit er zoals nu dat je wilt editen en dat je ja, niet kunt editen omdat die app nog moet downloaden. En die wifi is hier zo traag waardoor dat je geen edit kunt doen. Nu weten jullie waarom dat ik niet meer graag vlogs mag. Nee. Eigenlijk moet dat nu minderen, want nu heb ik een grote camera. Al even zeg maar toch. Ja, vroeger filmde ik altijd met die kleine camera. Nou was dat letterlijk een half uur wachten totdat al die beelden waren overgezet. Vorig jaar in de Ardennen had ik ook al de grote camera. En was ik echt zo van, hey James, ja, wat? Ik ga minder lang aan mijn vlog zitten. Oh, waarom? Ik moet mijn beelden niet downloaden. Ik kan ze gewoon erin steken en direct beginnen editen. Dus ja. Ja. Als ik volgend jaar naar het einde ga, moet ik wel eens Waratah houden in mijn muziek. Want ja, ik heb geen... Nu gebruik ik gewoon muziek van de app dat ik nu edit. Hetzelfde wat... TikTok gebruikt, wauw, kwam er niet op. Kipkut, die gebruik ik nu. Dat klinkt heel slecht, maar toch is het niet. En mijn haar is geknipt, wat vinden jullie ervan? Ik heb nog geen foto's op Instagram gezet, nice. Maar ja, dat moest dringend gebeuren. Als jullie de vlog van gisteren hebben gezien, dan snap jullie wel. Gisteren is er geen vlog online gekomen. Nee, gisteren waren wij naar een familiebezoek, dus ja. Dat was van 2 uur en ja. Ik had geen zin. Allee, ik had geen tijd om in de ochtend te filmen. Dus ja, geen vlog. Sorry daarvoor. Ik had juist een dag daarvoor beloofd dat ik terug was, ging meer vloggen. Sorry, kan ik ook niet aan doen. Ik mag deze video niet te lang maken, want anders kan ik die ook niet overzetten. En dan is het morgen nog meer moeite om te editen. Kom aan, is die app nu al gedownload? Ja, dank u. Kan ik eigenlijk mijn beelden terug beginnen over te zetten? Want ik zei te strak naar mijn beeld dat mijn verbruik vol staat. Nou, valt nog mee. Check. Dat stond echt tot de 63, hè, nu. De
De bekortiging kunnen vanaf aan met die app te verwijderen. En dit is... Dit moet ik dringend ook leeg halen. Dat is mijn kleine camera. Die erop staat. Ik besef nu dat ik ook beelden van de grote camera moet pakken. Dat ik niet moet vergeten. Dat ik nu gewoon... Kijk, dan doe ik dat. Zo pak ik mijn beelden. Even zien waar dan mijn beelden staan. 18. Oh joh, dat gaat zo lang duren tot mijn volgende lijn staat. Dat is 2 gigabyte. Dat is nog maar 18 megabyte van geüpload. Nice. Maar, normaal moest van de vlog van 16 moest vandaag online komen. Normaal, dus ik loop achter. Wat? Er klopt iets niet. 16, 17 heb ik niet opgenomen. Dat was gisteren. Klopt. Dus morgen komt er niks online. Morgen komt er niks online. Jawel, ik ga deze vlog morgen online zetten. Dan komt hij maar een dag later. Ik heb juist net een vlog. Oh, kut, sorry. Zijn er nu foto's? Ik hoop het. Want er zijn anders beelden weg. En dat is niet nice. 16. Ik pak ik mijn beelden zo hier. Dan heb ik mijn beeld hier zo. En dan kan ik wachten. 15, dat is van 16. Hier pak ik de app. Ja, die app moet nog opgestart worden. Sorry. Allee jongen, die doet het niet meer of wat? Dat zal het zijn, hè? Come on. Ja, I have a problem now. Alles moet nog toegevoegd worden. Nu moet het lukken. Kom maar. Yes! Mijn beeld staat erin. Yes! En dan moet ik die zo. En dan moet ik dat. Ja. Laten laden. En dat duurt ook altijd een half uur. Dus daarom. Dat ik met mijn grote camera wil filmen. Met die iPhone is dat ook lastig. Want de beelden hierop krijgen, moet ik dat veel langs de mail sturen. Veel op YouTube uploaden. Dus ik moet deze beelden op YouTube uploaden. Om dan te downloaden en dan in mijn editprogramma te zetten. iPhone, waarom? Ja, ik zal je beter terug. Ik ga nog wel TikTok kijken, denk ik. Zolang dat dit bezig is of YouTube, ik weet niet. Misschien nog wel. Tot ziens. Magic.